Nee, top. Mo, welkom. Dankjewel. Fijn om je hier te hebben in de podcastfabriek hier in Haarlem. Maak toch even reclame voor de jongens. Zeker. Ze zijn goed voor ons geweest. Goed. Hey, maar het is top om je hier te hebben. Ik denk, je hebt een mooi verhaal. We zijn heel benieuwd om daar meer van te horen. Maar daarvoor, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja? Zit je lekker in je vel? Ja, ik zit lekker in mijn vel momenteel. En alles loopt gewoon een beetje zoals ik het voor ogen heb. En over het algemeen gewoon hartstikke goed. Weet je, natuurlijk zijn er altijd wel dingen waar je mee bezig bent of wat je uitdaagt weer. Maar goed, dat hoort er weer bij. Kan ook niet anders. Ja, kan precies. Want vertel ons eens, wie ben je? Waar kom je vandaan? Ik, Mohammed, 34 jaar. Ja, 34? Ja, man. 34 jaar. Amsterdam. En Marokkaanse afkomst. Wat wil je nog meer weten? Ik heb 2 kids. Ja. En En nu kom je nu ook uit Amsterdam naar Haarlem? Nee, maar mijn bedrijf die zit in Hoofddorp. Dus ik ben rechtstreeks vanuit het kantoor deze kant op gekomen. Kijk eens. Dus, en de werknemers dachten niet van, de baas gaat vroeg naar huis vandaag? Ja. Nee. Daar deel ik over het algemeen gewoon van alles en nog wat mee. Ja, gelukkig. Dus daarin geef ik ook aan van, ik ga eerder weg. Dan hoeven ze zich niet schuldig te voelen, zeg maar. Ja. Heel goed. Mooi. Ja. Want je zegt, je bedrijf zit in Hoofddorp. Ja. En dat bedrijf, dat weten we, dat is Max Pro. Mm-hmm. Kan je ons vertellen, hoe is het begonnen? Ja, kijk, ik heb 7 zussen. Nee, mm-hmm. Sorry, we zijn met 7 thuis. Ik heb altijd moeite met die aantal. Ik weet niet waarom, maar ik heb 5 zussen. Dus ik ben altijd wel opgegroeid met styling tools, om het maar zo te zeggen. En op een gegeven moment dacht ik van, die vrouwen die kopen zo vaak spullen en van alles en nog wat. En toen dacht ik van, ja, misschien moet ik iets in die richting gaan doen. Ja. Was ik op een gegeven moment samen met mijn broer een kledingzaak gestart. En dat heette toen Max 30. Mm-hmm. Tegelijkertijd was het ook een online shop. Dus je hoort die Max hoor je eigenlijk al. Hè? Mm-hmm. Daarin verkochten we dus eigenlijk gewoon kleding voor vrouwen. Echt puur gericht op vrouwen. En met maximaal 30 euro. En hoe oud ben je op dit moment? Ik ben nu 34. Nee, op dat moment, sorry. Op dat moment 26. 26, oké. Okay. Ja, precies. Dat klopt. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van, is goed, max 30. Dus niks is duurder dan 30 euro. En we gaan een online webshop opzetten, want die winkel die was er op een gegeven moment al. En zo was het dus eigenlijk een beetje gestart. Alleen, toen wij die webshop waren gestart, waren die marges zo dun, want niet alles kost bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, 10 euro en ik verkoop het voor 30 euro. Sommige dingen waren gewoon, weet ik veel, 20 euro. Maar je bent max 30. Ja, precies. Je kon niet meer dan 30 euro vragen voor een product, anders klopte je concept niet. Ja. En we hadden natuurlijk de gedachtegang van, mensen gaan uiteraard, of tenminste vrouwen, gaan sowieso meerdere spullen tegelijkertijd bestellen, waardoor je dus, massa is kassa. Mm-hmm. Alleen ja, ik had nooit bedacht dat vrouwen 10 dingen bestellen en 9 terugsturen. Dus dat concept was op zich leuk bedacht, maar in de uitvoering was het wel wat lastiger. Ja. En pakte je dus eigenlijk niet voldoende marge. En toen waren we mee gestopt. Maar in de tussentijd dachten we wel van, we moeten eigenlijk iets hebben van plug and play. Want de doelgroep is op zich prima, want die blijven kopen. Alleen iets wat makkelijker is. En toen zoeken naar iets wat in je straatje zit. En toen kwam al heel gauw uit op styling tools. Styling tools. Ja. En dat is dus, een kleine 8 jaar geleden. Ja. En, maar tot die tijd, wat heb je gedaan? Wat heeft je daar naartoe geleid? Waar was je mee bezig voordat je dat ondernemerschap op die webshop startte? Ja, ik op een gegeven moment, voordat ik ging ondernemen, toen, dat kan ik me nog wel herinneren. Ik werkte als accountmanager bij heel veel diverse bedrijven. Dus mm-hmm. Ik was begonnen bij Wegener, dat is een hele grote uitgeverij van kranten. Mm-hmm. En daar ging het hartstikke goed. Dus op een gegeven moment zei ik tegen een werving- en selectiebureau van, het gaat hier hartstikke lekker. Alleen ik wil wat meer uitdaging, want het is mij wat te makkelijk. Zei ze, weet je wat je moet doen? De beste verkopers komen van de telefoongids. Mm-hmm. Dat zag zij in de markt. Toen zei ik, is goed, ga ik daar solliciteren. En ik heb daar ook enorm veel geleerd op salesvlak. Mm. Dus ik ben daar toen echt een sales-tijger geworden. Ja. En op een gegeven moment, voordat ik het wist, deed ik gewoon omzetten van bijna 1 miljoen per week. Ja. Zo. En toen dacht ik bij mezelf van, wacht even. Voorheen verkocht ik gebakken lucht. Ja. Dus advertenties online, dat noem ik gebakken lucht. Mm. Dat noemden wij destijds gebakken lucht.
En dat doe ik nu weer. Ik verkoop zelfs Google AdWords dingetjes destijds, want het was toen nog helemaal booming. En ik was altijd wel bezig in de zin van om naast mijn inkomsten of naast mijn werk, was ik altijd wel bezig met een handeltje in de zin van, gadgets inkopen en dan weer verkopen aan mijn vrienden. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van, ja, dat lukt. Het werk gaat op zich ook wel goed, dus verkopen kan ik wel. Waarom niet gewoon iets voor mezelf doen? Ja. En toen begon die drang dus eigenlijk te komen van, oké, iets van jezelf hebben. Want, kort daarna, dus ik zat in dat hele Max 30 gebeuren, maar dat was nog niet winstgevend genoeg. Mm-hmm. Dus wat ging ik toen doen? Dat was ook wel heel grappig. We gingen naar Staples toe. Ik weet niet of je dat kennen van tegenwoordig kantoorartikelen. Ja, precies, is aan failliet gegaan. We gingen daar naartoe en zij hadden heel vaak retourartikelen. Mm-hmm. Alleen hun processen waren zodanig ingericht dat op het moment dat de retour terugkwam, dat die zeg maar gelijk op een pallet werd gegooid en er niet naar werd gekeken. Okay. Want als we moesten uitzoeken wat er mis mee was, kostte het veel meer tijd en tijdsgeld. Ja. Oh. Dus ik kocht die pallets op voor €70, niet wetende wat erop zit. Okay. Ja? Dus de ene keer zat er gewoon een hele vette printer op bij wijze van die €400-500 waard was. Ja. En ik kocht ze op voor €70 per pallet. Nou, dan kocht ik 10 of 11, 15 pallets tegelijkertijd in. En één ding voor alle ondernemers die meeluisteren. Cartridges is gewoon goudgeld. wist ik niet. Dus op een gegeven moment een keertje was ik op Marktplaats. Dus want ik gooide alles op Marktplaats. Ik kocht een pallet op en al die cartridges, modellen opzoeken, op Marktplaats gooien. Op een gegeven moment zei iemand tegen me, weet je wat, kom maar met alles langs. En ik had misschien, ja, laat even voor het makkelijk rekenen, 10 pallets mee. Ging alles uitzoeken. Ik was echt een halve middag. Nou, waarde dus €700 inkoop. En hij zegt tegen mij van, oké, weet je wat, ik geef je €45.000. Ik zei, wat? Zo. Oké, een beetje al stoer. Is te weinig. Maar ja, ik dacht, wat een gekke marge, man. Dus uiteindelijk een deal met hem gesloten. En toen ging ik echt alleen maar zoeken naar cartridges. Weet je wel? Ja. En een ander moment wat op zich ook wel heel leuk was, ik had op een gegeven moment 40 pallets aan A3 papier. Mm-hmm. Dus ik dacht, hey, booming business, ik ga dit echt verkopen. Dat was na het succes van die cartridges. Mm-hmm. En dat kreeg ik weer niet verkocht. Ja, precies. Want A3, niemand gebruikte dat. A4 is natuurlijk gebruikelijk. Precies, A4, tuurlijk, dan had je echt een goudmijntje in je hand. Mm-hmm. En ik had iets van 10 pallets of zo, of 11 pallets, ik weet niet meer. Maar dit, welk moment is dit? Dit is tegelijkertijd met Max 30. Oh, tegelijkertijd. Ja, dus je was van alles aan het proberen op dat moment. Ja, ik was zoekende. En heb je je baan bij Telefoongids toen, heb je dat daarop gezegd. Dus je zit nu. Oké, dus je zit nu wel een soort van fulltime ondernemer. Je hebt een huur of woon je nog thuis? Nee, ik was net getrouwd. Was net getrouwd. Ik had net een. Dat is ook nog wel eens grappig om te vertellen. Ja. Omwille van tijd ga ik het toch wel gewoon doen. Hoor. Mm-hmm. Maar ik kan me nog herinneren dat mijn vrouw destijds tegen me zei van, we gaan nu samen wonen. Je moet echt een baan gaan hebben. Want ik was al een beetje aan het kloten, zeg maar, met ondernemen. En er was nog niet echt stabiliteit. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment, en dit wist ze zelf niet eens. Dus misschien als het ooit terugluistert, dan weet ze het nu ook gelijk. ze zei tegen me van, hey Mo, je moet nu op zoek gaan naar een baan. Ik zeg van, oké, maar ik ben aan het ondernemen. Ik wil iets voor mezelf doen, dat weet jij. Want dat heb ik al heel vaak met jou besproken. Mm-hmm. Ja, maar we krijgen een kind en stabiliteit. Verantwoordelijkheid. En zo. Dus ik zei tegen haar, oké, is goed, prima. Geen probleem, ik ga wel solliciteren bij de bank waar ik 100% word aangenomen en dan verdien ik op zich wel leuk. Nou, die dag van die sollicitatie ben ik nooit geweest. Ik was al aangenomen voordat ik überhaupt had gesolliciteerd, want ik had het werk voorheen al gedaan. Ja. Dus ik heb zeker wel 3 weken lang lopen roepen van, ik krijg een uitnodiging, dat soort onzin. Terwijl ja, als je kan verkopen, kan je jezelf ook verkopen. En ik bedoel, een sollicitatiegesprek is niet meer dan een verkoopgesprek. Ja. Dus dus dat, maar om even terug te komen op dat stukje van die A3 papier. Mm-hmm. Ik dacht echt bij mezelf van, hey, hoe dan? Dit krijg ik dus gewoon niet verkocht. En het nam heel veel plek in beslag in mijn loods destijds. Dus toen op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, maar wacht eens eventjes. Je hebt ook van die recyclebedrijven. En die kopen papier op. En die kopen papier niet op aan de hand van het formaat of zo, maar aan de hand van gewicht. Die smelten het om als het ware. Exactly, precies. Dus al dat papier heb ik uiteindelijk toch wel een enorme winstmarge op kunnen,
kunnen pakken. Want ik heb het uiteindelijk verkocht voor iets van 14.000 euro. Oh, dus als, zelfs als, als recycle materiaal was het nog meer waard? Ja, precies. Wow. Dus in zijn huidige vorm was het minder waard dan wanneer je het gaat recyclen. Ja, dat is het echt. En daarvoor moet je gewoon, ja, denk ik, gewoon een beetje creatief nadenken. Ja. Weet je wel, van oké, er zijn altijd wel meerdere wegen naar Rome. Ja, precies. Maar jij durfde het aan om, zeker naar die eerste klapper natuurlijk, om een pelletje aan te nemen en te kijken van, ja, waar kan het meer waarde hebben dan wat het paardje verkoopt. Ja. Mooi. Dat was wel grappig, want op die manier heb ik ook, zeg maar, Galit Kassem leren kennen. Die was toen pas begonnen met zijn advocatenkantoor en die kwam een keertje bij ons langs. Je had papier nodig natuurlijk, heel veel. Onder andere, ja, precies. Ja, en ja, cartridges. Ja. Precies. Ja. Dus, mooi. Dus daar zie je eigenlijk wel die drang dat ondanks dat je succesvol bent in je functie, in je baan, dat het toch jeukt om voor jezelf te werken en je eigen ding te beginnen. En daar spring je in, zelfs als je niet weet wat je dan precies gaat doen. En uiteindelijk ben je natuurlijk wel op iets uitgekomen. Ja. En mede dankzij de grote bedragen die je zussen zag uitgeven. Mm-hmm. Ja, toen, hoe is dat gegaan? Hoe is die samenwerking ook met je co-founder? Die we moeten onderstrepen natuurlijk, dat er een co-founder is. Je bedoelt hoe die samenwerking is? Hoe ben je uiteindelijk dus... Samen begonnen. Echt met Max Pro. Ja, van Max 30 naar Max Pro. Dus het Max 30, dat werkte niet helemaal, weet je wel. En op een gegeven moment dacht ik van, oké, dit product, daar hebben we wel wat affiniteit mee. En die pallethandel was leuk voor de cashflow, maar je bouwt geen niet stabiliteit. Echt een merk op. Nee, precies, inderdaad. Want dat stukje naar een merk toe, dat realiseerde ik mij ook in diezelfde periode, waarbij ik dus op een gegeven moment een tripje had gepakt naar Polen. Mm-hmm. Want daar was Red Bull super goedkoop. Een paar cent goedkoper. Mm-hmm. Maar er gaan bijvoorbeeld 3456 treetjes Red Bull in een 40-voet container. Dat weet ik tot de dag van vandaag. En dat keer 24. En ik deed daar ongeveer 2 tot 3 cent bovenop. Dus ik had een continuïteit, zeg maar, mm-hmm. van containers die van Polen naar destijds Hongarije gingen, volgens mij. Ik had daar een klant. Ik weet niet hoe ik waarom ben gekomen. Dus het ging van Polen naar Hongarije? Precies. Gewoon direct. En ik zag alleen die cashflow zich heen en weer op de bank gaan. Dus toen dacht ik bij mezelf, van, ja, dit is wel leuk, maar ik bouw geen merk op. Ja. Want ik verkoop Red Bull en ik verkoop cola en Fanta. En ja, die jongens zijn al groot genoeg. Dus maar ik ben dus eigenlijk voor hun bezig. Want niet eens officieel, want het was parallel. Weet je, het was niet zeg maar vanuit cola direct. Ja. Dus op een gegeven moment had ik wel een drang om iets voor mezelf te hebben. Iets eigen merk, zeg maar. En op een gegeven moment wist ik van, oké, we gaan stijltangen doen, krultangen, haarstijling tools. En toen moest ik met een merk komen, een merknaam. Ja, ik had Max 30 al. Het was op zich al een leuke naam. Ging ik in de markt kijken en dacht ik van, nou ja, iedereen doet pro erachter, laat mij dat ook doen. Ja. Ja, dat klinkt best wel lekker. Ja. Dus zo is dat merk eigenlijk ontstaan. Het is toch mooi om te horen hoe dat dan ontstaat, hoe die pro erbij is gekomen. Gewoon. L'Oréal pro. En inmiddels marktleider in de professionele markt. Ja, precies. Ja, ik kan me nog herinneren dat ik toen bij mijn ouders woonde en op een gegeven moment allemaal van die omdozen nog in mijn slaapkamer had liggen. Ja, weet je. Ja. Maar goed, ik was het gewend. Ik had ook gadgets liggen daar. Ja. En hoe ben je tot het eerste model gekomen? Ben je echt naar China toe gevlogen? Als je producten daar vandaan komen, neem ik dan even aan. Ben je daar naartoe gevlogen? Of heb je eerst wat samples opgevraagd? En hoe is dat gegaan? Ja, wat we hebben gedaan in het begin. Kijk, ik had sowieso een vriend van mij die een beetje handig was met hoe die producten moest ontwikkelen en dergelijke. Maar ik zeg niet dat hij hem heeft ontwikkeld. Maar dus we gingen kijken naar de markt en we dachten van oké, is goed. Wat is er momenteel? Mm-hmm. En wat is er nog niet? Dus op een gegeven moment ging ik ook research doen. En destijds gebruikte ik veel Twitter. Toen deed ik hashtag stijltang. Oh ja, en toen zag ik dat heel veel meisjes of vrouwen gingen klagen op Twitter. Op hun tijdlijn dan natuurlijk. Dat ze vergeten waren hun stijltang uit te zetten. Ah. En dat ze terugkwamen dat hun mooie nachtkastje of whatever verbrand was. Mm. Of dat er een brandvlek in zat althans. Je hebt naar de slechte reviews gekeken. Ja, precies. Ja. Het is niet zozeer reviews van andere producten, maar gewoon echt Twitter gewoon gebruiken als inspiratie. Ja. Dus en toen ging ik kijken van oké, bieden andere merken dat niet aan? Jawel, alleen toch best wel hoog geprijsd. Bieden ze wat niet aan? Een stijltank die automatisch uitgaat. Precies. Ja, goede vraag. Dus dat zag ik nog niet echt terug.
En op een gegeven moment dacht ik van... En als ik het wel terugzag, was het heel duur. Ja. Dus ik dacht van, ja, weet je, daar zit nog een hele grote gat tussen. En die gat hebben we dus opgevuld. Dus wat gingen we doen? We gingen kijken naar modellen wat echt wel wat aansprak voor ons. Mm-hmm. En op die manier zijn we dus begonnen inderdaad die kant op gaan, met ze in gesprek gaan, dingen hoe je beter kunt doen. En dat kost wel wat tijd. Oh. Maar als je gelooft erin, dan verdien je dat op een gegeven moment ook wel terug. Ja. Weet je? Dus, maar op een gegeven moment heb je dus door van, hey, kijk, daar zit in ieder geval een bepaalde specificatie die waarde toevoegt. Een USP. Ja. En dan, wat doe je daarmee? Weet je, dat weet je dan. Maar wat doe je daarmee? Hoe kom je tot een specifiek product waarvan je zegt van, kijk, dit is hem. Je bedoelt het totaal het eindproduct of? Ja, dus hoe ga je van die gedachte van, hey, ik heb iets gevonden, ja, wat waarvan ik denk dat het een probleem oplost, ja, dankzij die het bewijs staat op Twitter. Mm-hmm. Hoe neem je dat mee om tot iets concreets te komen wat je uiteindelijk echt kan verkopen? Bedoel je dan het productieproces of het verkoopproces? Het kiezen van het product, het ontwikkelen van het product en het in de markt zetten daarvan. Oké, nee, kijk, in het begin is het heel simpel. Je hebt een bepaald beeld van oké, hoe een steltang eruit moet zien of een krultang. Laten we even voor het gemak steltang aanhouden. Ja. Nou, die specificatie, ik denk over het algemeen super easy. Mm-hmm. Ik ben echt super easy minded. Mm-hmm. Dus dan zeg ik gewoon tegen mijn leverancier van, hey, luister, dit is wat ik wil realiseren. En het mag niet meer dan dit kosten. Mm-hmm. Kunnen we dat doen, ja of nee? Ja. En als het kan, oké, gaan we doen. Als het niet kan, ga ik verder zoeken. Ja. Tot ik iemand vind die het wel kan. Ja. En al vind ik iemand die het kan, zoek er nog twee. Dan ga ik vergelijken. Ja, precies. Dan ga je kijken, nou oké, is goed. Product is er. Ga je een bepaalde branding aan vastleggen. Wat jou echt weer, anders maakt dan de rest. Mm-hmm. En vanuit die positie, ja, ik ben altijd verkoper geweest. Dus wat gaan we dan doen? We gaan juist hameren op de USP's die er niet zijn op de markt. Ja, precies. En dat we daarin de enige zijn. Dus, daardoor heb je ook bestaansrecht. Ja, en het feit dat het zeg maar een eigen merk is. Dus ik heb geen concurrenten daarin. Omdat als we in die lijn van Bob.com verder gaan. Want Bob.com is gewoon een platform, een marketplace waar je zeg maar waarbij 10 aanbieders Max Pro of Oral-B kunnen aanbieden. Ja. Maar wij waren toen destijds in... Monopolist. Tenminste wel ons eigen merk. Hè? Ja. En dat gingen wij toen de markt in pushen. Ja. Maar het zijn ook een paar andere kleine dingen. Kijk... Wat ik tegenwoordig heel vaak zie, en die vragen krijg ik ook heel vaak, is van, hey Mo, ik wil mijn product gaan promoten. En kun jij het voor me promoten? Ik ben geen influencer, ik ben gewoon een ondernemer. Want ik heb in dezelfde positie gezeten als die ondernemer die mij die vraag stelt op dat moment. Alleen ik heb in de tussentijd een bepaald bereik opgebouwd. Mm-hmm. Maar als we dan gaan kijken naar echt influencers die dat doen als werk, dan wat ik toen destijds deed, is ik ging die samenwerkingen aan, maar daar liet ik het niet bij. Kijk, het is heel vanzelfsprekend dat wanneer een influencer 500.000 abonnees heeft en zij een filmpje uploadt, dat zij binnen een dag tijd misschien 20, 30, 40.000 views krijgt. Mm-hmm. Maar dat deed ik niet voor die views. Mm-hmm. Ik deed het ook niet met de gedachtegang van, hey, die consumenten gaan kopen. Mm-hmm. Tuurlijk, er zullen altijd een paar zijn. Maar wat ik juist deed met die informatie is dat ik grote bedrijven ging bellen als bol.com en tegen ze zei van, hey jongens, moet je zien. Mijn product is net een week geleden geüpload op YouTube. En al meer dan 30.000 mensen hebben naar gekeken. Jij moet het product hebben in jouw assortiment en je moet het gaan verkopen. Ja. En als jij het verkoopt, ga jij er geld aan verdienen. Ja. En dat is wat ze willen natuurlijk. Ja, precies. Ja. Nee, mooi. Mooi, mooi, mooi. Dat is heel anders. Maar dus je hebt het nu al over de marketing ervan, weet je, over het spreken met je leverancier. Maar voor mensen die zich afvragen, ja, maar hoe kom je tot dat punt? Weet je, hoe kom je tot het punt dat je een leverancier hebt tegen wie je kan zeggen, hey, ik heb deze specificaties nodig en het mag dit kosten. Hoe kom je tot dat punt? Die leverancier die is niet naar jou toegekomen van, hey, jij bent een goede verkoper, kan je onze spullen verkopen? Weet je, ja. Welke acties heb je daarvoor ondernomen? Weet je, kijk, je kan het heel moeilijk maken als dat je zelf wilt. Mm-hmm. Maar goed, eigenlijk is het van, hun bestaansrecht zit ook zeg maar afhankelijk van de mensen die het vragen hebben. Zeg maar, hè. Mm-hmm. Voor zulke leveranciers is het natuurlijk ook wel weer een uitdaging. Stel je voor, zo'n leverancier zoals Youssef zegt net, zit in China. Ja, hij wil het liefst ook verkopen aan Nederland, Polen, United States, whatever. En hij is ook afhankelijk van die aanvragen die hij krijgt. Tuurlijk.
Ik bedoel, hij heeft ook gewoon targets en hij moet daar ook gewoon mee dealen. Ja. Dus ja, kijk, met sommigen lukt het en met sommigen niet. Ook daarin is gewoon een bepaalde klik belangrijk. Dus dat is niet per se een leverancier met wie je al gewerkt hebt. Nee, dat kan zomaar een nieuwe leverancier zijn die je gewoon weet te vinden online en waar je een gesprek mee aangaat en tot een precies, en dan is vertrouwen belangrijk natuurlijk. Ja. Hey, mooi. En als verkoper ben ik natuurlijk altijd wel gewend om natuurlijk bergen goud te beloven. Dus, ja, natuurlijk. Leuk, man. Ja. Ben je zelf wel eens op beurzen in China geweest of Hongkong? Goeie vraag. Voor corona deden wij gemiddeld 40 beurzen per jaar. Okay. Als deelnemer, niet als bezoeker. Als deelnemer, altijd als deelnemer. Dus we hebben zo'n beetje wel de hele wereld gezien. Mm-hmm. En dat is ook dus zeg maar een part of succes wat nog nooit iemand heeft gezien. Want wij zijn pas... Dus op social media zijn we pas rond nu kleine 2 jaar bezig. Mm-hmm. Voor die tijd hadden we nooit tijd voor, want we zaten overal en nergens. Je was aan het bouwen. Ja, precies. Dus, en dat is ook een onderdeel van bouwen. Al die beurzen afgaan. En wat voor type beurzen zijn dat? Beautybeurzen. Beautybeurzen. Kappersbeurzen. Ja. Dus echt professioneel gericht. Wat zijn de interessantste of wat vind je de leukste beurs? Want je moet 40 per jaar, naar welke kijk je uit? Waar zo'n beetje meer dan 200.000 mensen in een weekend naartoe komen. Ja. Waarom? Dan zie je bijvoorbeeld gewoon de echte grote bedrijven. Kijk, dan zie je bijvoorbeeld een L'Oréal met een hele hal of twee. Ja, dat is niet de huishoudbeurs. Dat is niet de huishoudbeurs. Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat is een van de beurzen waar ik het liefst nooit wil staan. Maar. Heb je een goed beursverhaal? Iets wat je op een beurs hebt meegemaakt, dat je dacht van, en toen gebeurde dit? Ja, zeker. Ja? Zeker, ja man. Ja, misschien was dat wel het omslagpunt. Wie weet. Ja, ik kan me herinneren, ik was een keer ik heb er zelfs 2 voor je. Okay. Ja, wat voor variant wil je horen? Marketinggericht of dat je zegt van oké, lotgericht? Lotgericht. Laten we beginnen met lotgericht. Oké, cool. Dus ik in het begin, in mijn eerste jaar, eerste 2 jaar, hield ik heel erg bepaalde concurrenten in de gaten. Om te kijken van oké, welke beurzen doen zij? Ik moet daar ook zijn. Welke beurzen doen zij? Ik moet daar ook zijn. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment was er een beurs in Duitsland. En ik had toen echt wel de plank misgeschoten. In de zin van, er waren 2 beurzen. In hetzelfde weekend. In dezelfde stad. Hetzelfde beurscomplex, om het maar zo te zeggen. En laten we zeggen dat mijn concurrent in hal 1 zat. En daar is waar je moest zijn. En ik zat in hal 2. Mm-hmm. Daar moest je dus helemaal niet zijn. Ja. Dus op een gegeven moment, ik was daar... ik stond daar natuurlijk als exposant. En je moet begrijpen dat als wij naar een beurs toe gaan... dan is het ook best wel een hele organisatie. Omdat we gemiddeld 10 meiden meenemen. Dat is ook nooit een pretje, by the way. maar dan nemen we 10 meiden mee. Dus 10 verkopers die op zo'n beurs staan. Want ja, ik kan niet eens krullen. Ja. Dus dat gaat er niet worden. Dus we stonden daar. En dan moet je je voorstellen dat ze gewoon niks te doen hebben. Ja. Dat er gewoon geen bezoekers zijn. Want al die bezoekers, die 200.000 mensen, die zitten in hal 1 bij wijze van. Ja. Dus die concurrent van mij, die kwam naar me toe. Want die kwam me eigenlijk even, om het maar netjes te zeggen, kwam een beetje uitlachen. Ja. Van, jongen, dit is lesgeld. Ja. Dus, leer je weer van. Maar super succes. Dit is mijn omzet tot en toe. Hoe is de jouwe? Weet je, dat soort dingen. Maar goed, ik kon het niet mooier maken dan het was. En zondag om 6 uur was die beurs afgelopen. En om 5 uur, dan is het vaker wel wat rustiger. Toen kwam een klant op de stand en die had een groothandel. Die kwam toevallig uit hal 1, want hij ging even rondkijken naar nieuwe merken. Ja. En die had zeg maar echt, laten we zeggen, om 5:30 had ik een deal met hem gesloten. En daarbij had ik al mijn kosten gedekt en enorm veel geld verdiend. Ja. Dus echt moet je nagaan in het laatste half uurtje van zo'n weekend. Dus de les is wel niet afbreken om 3 uur omdat er niemand meer komt. Nee, precies. Nee, inderdaad. Je weet nooit wie er komt. Je weet nooit wie je tegenkomt op welk moment. Dus gewoon blijven staan. Al zeggen al die 10 vrouwen. Dat, ja, er is niks te doen. We moeten weg. En, ja, dan ben ik nog op tijd voor mijn trein. Of wat. Ja. En al was dat zo geweest, dan was het inderdaad een hele goede les. Ja, precies. Dan weet je waar je de volgende keer op moet letten. Dus inderdaad. Die fouten moet je ook maken in het ondernemerschap. Ja, en als we dan kijken naar de huidige situatie, nu zoveel jaar later... Mm-hmm. Die beurs waar ik toen destijds stond, dus wat echt helemaal niks was, mm-hmm. is nu mijn beste beurs. Ja.
Maar niet in dezelfde hal nemen. Jawel, jawel. Zelfde hal. Okay. Zelfde hal, natuurlijk. Dus okay. Die organisatie leert ook weer van zijn of haar fouten. Ja, 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 okay. Precies. Dus die krijgt ook feedback van zijn of haar mensen. En dat is dan nu de beste beurs. Om maar dus, mooi is dat. Ja, ja. Youssef noemde net een term, hij zegt het omslagpunt. En jij noemde dat je kijkt naar je concurrent. Van hey, waar staat mijn concurrent? Weet je, daar moet ik ook staan. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat er een punt is dat je niet meer naar je concurrent kijkt. En dat je denkt van, hey, weet je, nee, ik moet het uit mezelf halen. Ja. Weet jij nog op welk moment dat voor jou gebeurde? En, ja, na 2 jaar. Mm-hmm. Want toen hadden we hem al ingehaald, zeg maar. Want okay. Dat was op een gegeven moment, ben je daardoor geobsedeerd. Ja. En dat is goed, maar ook weer slecht. Want je bent zodanig geobsedeerd dat je alleen maar bezig bent met hem. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik van, oké, ik moet dit loslaten. Want we zijn hem nu al voorbij gegaan. Hè? Want die was al tientallen jaren bezig. En binnen 2 jaar tijd hebben we hem, zeg maar, de markt uitgespeeld, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. En toen dacht ik van, oké, weet je, het is altijd wel goed om streven te hebben. Maar niet meer een streven hebben op de hele korte termijn. Kijk gewoon naar de lange termijn. Dus dan keek ik gewoon echt naar beursgenoteerde bedrijven. En dan was dat, zeg maar, het doel. Oh. Weet je, dus... op een gegeven moment dan ga je op een gegeven moment op zoek naar je eigen identiteit als merk zijnde. Van oké, voorheen dacht je misschien van oké, oh, hij heeft even simpel gezegd, een rode stijltang. Ik moet ook een rode stijltang op de markt brengen. Mm-hmm. Heel simpel. Ja. Maar dat werkt niet. Dat heeft geen toegevoegde waarde. Want jij weet namelijk niet hoe goed hij die rode stijltang verkoopt. Mm-hmm. Als hij er maar 10 verkoopt jij er straks maar 3. Ja. Ja, daar heb je er natuurlijk ook niks aan. Dus je gaat, zeg maar, mee in zijn fouten en je hoopt op zijn successen. Maar op een gegeven moment moet je gewoon loslaten. Mm-hmm. Ja. Dat is dan een beetje het omslagpunt waarbij je hebt gezegd van, nou, ik kijk echt naar onze eigen producten. Ik ga uit van onze eigen kracht. En als we het hebben over het omslagpunt wat betreft de order of het jaar waarin alles zo hard ging. Waarbij echt het omslagpunt kwam dat je mensen kon aannemen. Bijvoorbeeld een groot pand kon. Mm-hmm. Wanneer was dat omslagpunt? Was dat bijvoorbeeld in het tweede of het derde jaar of meteen het eerste jaar? Of na een bepaalde beurs? Ja. En dat je vrouw zei, je hoeft geen baan meer te zoeken. Op dat moment waren we al uit elkaar. Ik denk, je hebt, zeg maar, in die hele journey van ondernemen, want we doen het nu al 8 jaar. Ja. En de eerste paar jaar ben je ook echt gewoon enorm veel lesgeld aan het betalen. Al doe je enorme grote omzetten, bij wijze van. Het is leuk. Maar iemand, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hè, als je 10 miljoen euro omzet doet en je hebt 9 miljoen euro aan kosten, ja, is degene die 5 miljoen euro omzet doet met 1 miljoen kosten nog steeds groter dan jij. Ja. Alleen jij bent veel harder aan het werk. Dus die omslagpunten, die kwam op diverse momenten. Niet gelijk in een bepaald jaar of whatever. Ja. Elke keer ben je, zoals Coolblue eigenlijk zegt, hè, elke dag een stukje beter. Beter aan het fine-tunen. Je bent elke keer aan het fine-tunen, inderdaad. Klopt. En soms ben je gewoon aan het inleveren. Bewust ook om maar te leren. Ja. Weet je, dus dat ging allemaal wel heel organisch. Elke keer kijken van oké, op welk moment heb ik wat nodig? Kijk, voorheen deed ik natuurlijk alles zelf. En ik was dus op kantoor en ik ging dus klanten bellen om afspraken in te plannen. En om vervolgens weer naar die klanten toe te gaan. Maar ook de telefoontjes op te nemen en de orders te verwerken. Dat doe je in het begin allemaal zelf. Maar op een gegeven moment merk je dus dat wanneer je naar een afspraak gaat, is er niemand op kantoor. Ja. En dan krijg je ineens een order, maar jij bent pas om 4 uur terug. Ja, dan ben je aan het groeien. En dan moet je dus op een gegeven moment orders gaan verwerken. En dan ben je te laat bij PostNL, daar bij die postkantoor waar je dus al je pakketjes gaat inleveren. Ja. Dus dan moet je doorrijden naar PostNL, distributiecentrum, dat soort gezeik. En in het begin is dat hartstikke leuk. Maar als je dat op een gegeven moment een paar maanden achter elkaar doet, denk je bij jezelf van ja, wacht even, dit is niet zo praktisch. Nee. Dus ik moet misschien gewoon iemand gaan aannemen. Want dat is altijd wel eng, de eerste persoon aannemen. Want ja... Heb ik wel altijd werk voor hem of haar? Ja, ja. Precies. En dus in het begin was het ook echt gewoon van... Hè, in het begin, de eerste paar collega's die ik had, die verdienden gewoon meer dan ik. Ja. Ja. Ja, feit. Ik nam genoeg met veel minder, omdat ik al het geld weer terug ging stoppen in het bedrijf. Ja, groei. Precies. Kan je daar iets over vertellen, over het aannemen van je eerste persoon? Weet je, wat voor werk heb je voor die persoon? Inderdaad, je geeft aan van een van de dingen is van heb ik wel genoeg werk voor hem? Het gaat ten koste van mijn eigen inkomsten. Wat gaat er door je heen op het moment? Wat zijn de punten waarop je afweegt op het moment dat je iemand aanneemt? En hoe ontwikkelt zich dat nadat je die persoon aangenomen hebt? Ja, kijk,
wat ik zou adviseren, als je bijvoorbeeld denkt aan het aannemen van mensen, dan moet je sowieso even heel goed kijken naar waar ben ik zelf heel goed in, maar waar ben ik ook nodig. Ik kan mezelf bijvoorbeeld hartstikke goed verkopen, dus het zou heel vanzelfsprekend zijn als ik de verkoop ging doen. Ja. Maar tegelijkertijd ben ik ook nodig voor op kantoor, want je kent alle ins en outs. Dus wat ik ging doen de eerste keer, ik ging gewoon verkopers aannemen. Omdat ik wist dat ik alle kennis kon overbrengen naar hun van hoe ze moesten verkopen. En dat is dus hoe ik was gestart. En ja, verkoop is heel simpel. Ik bedoel, het moet draaien op, net als een bedrijf, op zwarte cijfers. Ja. Ja. Ik bedoel, je verdient X en je moet zoveel, dit is een target en dan is het winstgevend, ja of nee. En, maar jij ging verkopers aannemen. Dat betekende dus dat, ja, dat voor jou tijd vrij kwam. Mm-hmm. Want jij hoefde dat stuk verkoop dan niet meer te doen. Of ja, misschien maar deels te doen. En waar kon jij die tijd voor gebruiken die daardoor vrij kwam? Waar die zo nodig was? Ja, nou ja, kijk. Wat we hadden gedaan is, het is heel vanzelfsprekend voor merken. Ook bij mij. Dat is telkens dat stukje anders denken. In het begin is, ja, misschien kan ik hem anders gooien. Stel je voor, je hebt een product, of misschien Youssef. Als je een product hebt, je hebt een nieuw merk en je wilt het op de markt gaan brengen en je wilt verkopen aan alle grote retailers, wie ga je dan benaderen? Waar begin je, bedoel je? Ja. De retailers die het best bij passen. Precies. Die bereikbaar zijn. Ja, dus de grote retailers eigenlijk. Ja. Okay. Ja, nee, bijvoorbeeld. Het hoeven niet per se de grote retailers te zijn. Je kan ook klein beginnen en van daaruit... Geef ze een voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld heel veel franchisers van consumentenelektronica winkels. Denk aan de Experts, United Retails en EP's. Ik weet niet of je die winkels kent. Ja, dat zijn bijvoorbeeld allemaal kleine ondernemers, franchisers van een hoofdconcept. Mm-hmm. Nou, dat zijn er een stuk of 3200 als je ze allemaal bij elkaar optelt. Ja. Nou, je kan ook zeggen, ik benader bijvoorbeeld eerst 10 expertwinkels in een bepaalde omgeving. Want vaak staan de eigenaren in de winkel. En op het moment dat je in die winkels legt, want die eigenaren die mogen zelf dan bepalen of het product wel of niet in de winkel komt te liggen. Ja. En op het moment dat je in die 10 winkels ligt, ga je naar de hoofdformule. Ja. Zeg maar de marketing franchise hoofdformule. Dan zeg je van, luister eens, ik heb mijn product al bij die 10 ondernemers liggen. Is het idee om het product bij alle 325 experts te distribueren? Dus het is inderdaad, maar net, je kan ook meteen aan een Coolblue of je kan het. Ja. Het is maar net wat je strategie is. Ja. En dat zie ik dus heel vaak terug, dat gros van die partijen, of tenminste van die ondernemers, gaan naar die grote retailers. Want iedereen wil gelijk, oh, de grote retailers. Maar de grote retailers zijn altijd nog wel een uitdaging. Want binnenkomen is één, maar blijven, dat is nog een uitdaging. Mm-hmm. Dus en je moet jezelf afvragen, sorry dat ik je onderbreek, of je het überhaupt aan kan. Ja, precies. Want je moet natuurlijk heel veel volume inkopen voor dat soort partijen. Zeker. En de betalingsvoorwaarden zijn ook niet altijd helemaal kosher. Ja. Maar wat gingen wij dus doen? Wij gingen dus, want ik dacht best wel groot na. Op het moment dat je een merk gaat bouwen, dan denk je niet alleen maar ik ga aan consumenten verkopen. Dan denk je van oké, ik zit in Nederland, maar ik wil mijn producten straks ook kunnen verkopen aan Japan. In Japan. Maar het liefst werk ik dan samen met één partij die dan precies hetzelfde doet als wat ik in Nederland doe. Maar wat doe ik dan in Nederland? In Nederland verkoop ik aan retailers. Bol.com, Coolblue, al dat soort spelers. Maar ik verkoop ook aan groothandels. En groothandels die leveren dan weer aan kapperszaken. Mm-hmm. En ik verkoop direct aan de kapperszaken. Mm-hmm. Dus die strategie was duidelijk. Ik had best wel aardig wat stromingen. En iedereen moest geld verdienen. Mm-hmm. Oh. Dus je margestructuur moest je ook echt goed op de rit hebben. Ja. Maar wat gingen wij doen? Wij gingen direct naar de kapper toe. Inderdaad. Dus wat Youssef net zegt. Je begint onderaan in plaats van bovenaan. Mm-hmm. Weet je, dus je begint echt vanuit de kappers. Want de kappers, hoe meer kapperszaken zich aansluiten, hoe meer draagvlak. Dan creëer je een soort van pool effect in plaats van push. Van boven naar beneden. Juist, van beneden naar boven. En je zit dicht bij de gebruiker natuurlijk. Precies, precies. En dus al dat soort onderdelen. Maar tegelijkertijd ben je ook met ze. Met al die salons ben je bezig om het merk groot te maken. Je bent niet meer in je eentje. Mm-hmm. Hetzelfde als wanneer je een retailer als klant hebt, hoor. Die helpt jou ook op een gegeven moment. Ja. Kijk, wij hebben bij wijze van nog nooit, tot afgelopen jaar, hebben we nog nooit geïnvesteerd in SEO. Dus dat deden al mijn klanten voor ons. Ja. Dus laat hun ook geld verdienen. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Nee, dat is wel een mooie gedachte. Ja. En ik denk ook de manier die je zeker op het moment dat je aan het ontwikkelen bent, nodig hebt om touch te blijven houden met wat er nodig is. Want een mediamarkt concern, die kan jou niet vertellen
ja, weet je, dit zijn die kleine specificaties die nu nodig zijn. Of die kappers wel fijn vinden of niet fijn vinden. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer in gesprek was met Mediamarkt. En toen zei ik tegen ze van, oké, is goed. Jullie willen onze producten verkopen. En ik sta er op zich wel open voor om onze producten bij jullie neer te leggen. Ja, ik vond het heel, slim. Heel anders neergelegd. Ik zeg, maar ik zeg, waar ik dan heel erg mee zit, zei ik tegen ze, is dat als we kijken naar jullie formule, dan moet er dus zeg maar ergens along the way een collega van jullie, en dit bedoel ik dus niet slecht of kleinerend of zo, maar dan staat er misschien een jongen. Dat is gewoon het concept van Mediamarkt. Staat er een jongen van 22 jaar misschien in de winkel, die moet een klant gaan vertellen van waarom die stijltang van 30 euro beter is of minder goed is dan die stijltang van ons die 80 euro kost. En die informatie moet hij halen uit een kaartje net zo groot als, weet ik veel, zoveel millimeter bij zoveel millimeter. Dat is een uitdaging. Dat wordt lastig. Want normaal verkoopt hij televisies. Maar vandaag staat hij hier. Precies, ja, inderdaad. Ik zeg, dus hoe gaan we dat doen? Ja, dan ga je dus plannen maken en dan ga je daarover nadenken. En dan pas ga je zeggen van, oké, we gaan er staan. Ja. Weet je? Nou, ze hebben bijvoorbeeld ook van die interne academies, training academies, dat ze allemaal modules moeten volgen. Ja. Sta je er ook bij? Ja, zeker. Kijk, dat is netjes. Ja. Kijk, dan, wat ik dus net ook al zei. Ik bedoel, daar binnenkomen is één, maar daar blijven is twee. Ja, exactly. Oh. Je had het net heel kort over Japan, het land van de sushi. Ja. Weet je trouwens waar je daar de lekkerste sushi kan eten? Ik ben nog nooit geweest. Oh, ik ook niet. Maar Arie die had het er laatst over. Ergens op een metrostation, toch? Heb ik, nee, dat komt niet van mij. Oh. Nee. Oh, maar ik heb er nu wel zin in. Maar je kan dus schijnbaar ergens op een metrostation in een toko van tussen het 5x2, mm-hmm, kun je de lekkerste sushi van de wereld eten. Maar die man is inmiddels overleden. Okay. Dus ik weet niet of het nog steeds kan, maar dat hoorde ik. De man die dat verteld heeft of de man die het maakt? Nee, de man die het maakt. Okay. Ja, iemand heeft dat, ik dacht dat jij mij dat vertelde. Maar nee, Japan, ja. Even terugkomen op Japan. Mm-hmm. Je gaf net aan, ik wilde daar gaan verkopen, dus ik zocht het liefst een partij die op dezelfde manier dacht als ik. Met de stroom, et cetera. En dan kom je vaak bij een distributeur uit, denk ik. Mm-hmm. Ja. Maar wij zijn denk ik wel benieuwd in de Van Niets naar Iets podcast. Hoe is die internationalisering gegaan? Mm-hmm. Hoe gaat dat? Ja, werk? Ja, dat is, ik ga dan even, want Arie vroeg me net dus om een verhaal van wat ik heb meegemaakt op een beurs. Hè? Ja. En kijk, dat is in ieder geval de key om zeg maar internationaal te gaan. Buitenlandse beurzen. Ja. Dus buitenlandse beurzen bezoeken. Ik ga wel even eentje uitlichten. Ik was een keer in Frankrijk volgens mij. Ja. In Frankrijk, in Parijs. Er was een grote beurs gaande. En er kwam een potentiële klant. Want je moet je voorstellen dat op die beurzen er komen niet alleen maar mensen uit Frankrijk of uit Duitsland voor hebben, maar ze komen wereldwijd. Als je de juiste beurzen uitkiest. Ja. Dus we stonden op die beurs in Frankrijk. En op een gegeven moment kwam ik daar twee jongens tegen. En zij hadden een groothandelconcept in Griekenland. En dat was verspreid over heel Griekenland. En die deden een paar tientallen miljoenen op jaarbasis. En ja, ze deden dus datgene wat wij dus eigenlijk ook deden. Alleen in dit geval gingen zij ons merk dan distribueren. En ze hadden genoeg dekking in heel Griekenland. Nice. Ze hadden een goed lopende webshop. Dus het paste heel erg goed bij ons. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment, ik zei tegen hem, is goed, prima, top, jullie hebben interesse. Wij hebben nog geen dekking in Griekenland op dat moment. Dus is goed, laten we het gaan doen. Alleen ja, zaken doen in het buitenland is ook weer heel anders dan wanneer je zaken doet in Nederland. In Nederland, als ik tegen je zeg van oké, dan en dan, dit is wat we gaan doen en dit is wat we afspreken, dan gebeurt dat ook. Ja, maar de cultuur is anders. Ja, maar in België alleen al is het bijvoorbeeld ook weer heel anders. Mm-hmm. Weet je wel? Dus in Griekenland ook. Ja. Dus op een gegeven moment, het was volgens mij toen, ik weet niet welk jaar het was, en oké, ik terug naar Nederland toe, ik contact met ze opnemen en mailen, samples toesturen. En ze waren helemaal positief, enthousiast. En het was best wel een forse offerte. De grootste offerte die ik op dat moment ooit had gestuurd. En ik was er dus best wel door geobsedeerd. Ja, dus wat ik wou gewoon dat die deal ging closen. Ja. En na een half jaar had ik nog steeds gewoon geen getekende offerte terug. Mm-hmm. Nog steeds niks, want ja, het gaat gepaard met je denkt, dit doe ik wel even in twee weken. Ja, daar leek het wel op. Ja, toen ze waren super enthousiast, joh. Ik bedoel, hij maakte nog een foto van mijn visitekaartje, van mijn gezicht. Hij wou echt zeker weten dat hij me nooit meer zou vergeten. Mm-hmm. Dus ik dacht, oké, dat gaat helemaal goed komen. Dus na een half jaar nog steeds niks. Dus ik dacht, van ja, wat is dit nou weer voor onzin? Nou, ik dacht, oké, laat maar. Ja, dus een jaar later staan we weer op die beurs. Hmm. Ja? We zijn alweer een jaar verder. Ja, we zijn nu inmiddels. Kom ik hem weer tegen? Ik zeg,
wat is het nou? Ik bedoel, ja, we hadden contacten en we hebben dit besproken. Ja, nee, sorry, we waren echt bezig met het openen van nieuwe concepten en nieuwe dit en zus en zo. We hebben in plaats van 40 hebben we er nu 60. Dat begrijp ik dan ook wel weer vanuit een ondernemersdenkwijze van ja, als jij bezig bent met het openen van nieuwe zaken. Dat was even belangrijker. Dat was belangrijker voor hem. Dus op een gegeven moment, oké. Het is goed, als ik terug ben, het eerste wat ik ga regelen is dit. Mm-hmm. Oké, top. Weet je, ik dacht, oké, 40 in plaats van 40, nu 60. Of 40 kan nog iets omhoog. En ik zeg nog heel blij, ja, dan moet ik misschien een beetje de aantallen aanpassen. Want anders is het te weinig. Oké, zo gezegd, zo gedaan. Ik weer terug na 3 maanden, hetzelfde riedeltje gewoon. Was gewoon een déjà vu van een jaar eerder, weet je wel. Maar na 3 maanden dacht ik wel bij mezelf, ja, weet je, laat ook maar. Mm. Dat dacht ik heel even. Ik dacht het maar even 10 seconden. En toen dacht ik van, oké, Mo, hoe gaan wij dit aanpakken? Mm-hmm. Hoe gaan we ervoor zorgen dat hij alsnog gaat tekenen en dat jij die deal sluit? Dus op een gegeven moment, ik liep naar het meisje van marketing en ik zei tegen haar, ik wil dat je de top 25 influencers uit Griekenland gaat benaderen en dat ze exclusief met ons gaan samenwerken. Ik wil dat je een contract onder hun neus sluit, dat je dus geen enkel ander merk voor het eerste jaar met hun, dat ze die gaan promoten, alleen ons merk. Ja. Mm-hmm. Oké, nou, zo gezegd, zo gedaan, 20 gingen er akkoord. Oké, wij tools sturen richting Griekenland. Met een hele briefing van oké, op het moment dat mensen willen bestellen, dan moeten ze naar deze website toe gaan. De website van die ene klant. Hij had ze niet eens op voorraad bewijzen. Dus. Mm. Maar dus op een gegeven moment wel iets van 200 in backorder. Dus op een gegeven moment. Met die ene klant bedoel je die man die op tegen. Ja, die ik tegenkwam. Ja, 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 ja. Dus die potentiële klant. Dus alles lag al klaar eigenlijk. Kijk, de producten stonden op zijn website, zeg maar. Ja. Echt inderdaad. Maar de voorraad was er nog niet. Maar de voorraad had hij nog niet. Weet je wel, dus je moest nog even dat extra. Dus op een gegeven moment, precies, en de offerte was ook nog niet getekend. Dus op een gegeven moment, al die filmpjes kwamen online en binnen een week tijd kreeg die offerte teruggestuurd en dan deal. Dat wel. Dat is hetzelfde pool effect waar we het net over hadden. Dus je moest hem eigenlijk op een andere manier. Net het bedje voor hem klaarmaken, zodat hij erin kon liggen. Ja, precies. Ja. En dat heeft mij ook geld gekost, maar het heeft me ook weer heel veel opgeleverd. En die keuze moet je wel maken. Dat, ja, precies. En dat was het eerste land waar jullie buiten Nederland Nee, dat niet. Dat is het mooiste verhaal. Staat er wel op. Dat is het mooiste verhaal. Het goed beursverhaal. Ja, twee goede beursverhalen. De lat moet omhoog. Sowieso 2 goede beursverhalen. Ja. Nee, mooi. Ik denk dat we even naar de snelle rubriek gaan. Mm-hmm. Wat is de snelle rubriek? Dat is eigenlijk een klein rubriekje waarin we je een paar vragen stellen. Ja. Waar je weinig tijd voor krijgt om op te antwoorden. Je moet eigenlijk gewoon meteen je antwoord geven. Het is een gesloten vraag. Oké, het is goed. Nee, het is eigenlijk wel een open vraag. Het is een open vraag, inderdaad. Met een gesloten antwoord. Met een kort gesloten antwoord, inderdaad. Maar ik zou zeggen, ben je er klaar voor? Ja, tuurlijk. Ja, daar gaan we. Komt ie hoor. Door welke persoon ben je het meest geïnspireerd? Die film van The Social Network. Oké. In welk ander land zou je willen ondernemen? Dubai. Nice. Met wie zou je eens koffie willen drinken? Elon Musk. En de laatste. Wat is de gekste uitgave die je ooit hebt gedaan sinds je ondernemer bent? Zo. Gek is een heel breed begrip. Dat is heel breed. En je kan hem interpreteren zoals je wil. Mag zakelijk, mag privé. Mag allebei. Het is de meest gekke uitgave die ik heb gedaan. Ik ben echt een spijker wat dat betreft. Nee. Ja, weet je, laten we het gewoon even lekker simpel houden. Misschien wel dat je dacht van, wow. Mijn eerste gekke uitgave. Het kan. En het maakt niet uit. Misschien een investering in je bedrijf waarvan misschien anderen zouden zeggen van, hè, wie doet dat nou? Ja. Ja en nee. Alles is bij mij best wel vaak goed ingecalculeerd. Goed doordacht. Ja, dus ik heb niet heel vaak hele gekke uitgaven. Ja, maar dat kan ook een antwoord zijn, dat je inderdaad het niet hebt. Dat je gewoon goed nadenkt over wat je doet en wat je niet doet. Ja, ik neem wel risico. Ja. Maar misschien dat ik hem straks nog wel een beetje kan toelichten. Ja, heel goed. Hey, even om terug te komen op je eerste antwoord. Je zegt je hebt het over de film van The Social Network. Ja. Heb je het dan over verhaal van Facebook? Mark Zuckerberg. Die film, maar ook The Wolf of Wall Street. Ja. Want toen ik Jordan Belfort. Ja, yes. Ja, precies. Want toen ik zeg maar naar buiten kwam bij die films, wou ik niet slapen. Ik wou geld verdienen. Ja, maar ik snap dat helemaal. Maar ik denk dat iedereen die dat ondernemende in zich heeft, dat heeft. Ja. Dat je eigenlijk al tijdens die film denkt van,
Weet je, ik moet eigenlijk wil ik nu gaan gewoon. Ja, precies. Ja. Ga nu bellen. Maar die films eigenlijk allebei. Maar ik denk voor mij persoonlijk met name die Jordan Belfort, The Wolf of Wall Street. Ja, ja. Weet je, die heeft en, weet je, dat verhaal is gewoon gruwelijk. Ja, zeker. En, weet je, die film is zo goed gemaakt. Ja. Weet je, ook die cast, weet je, Leonardo DiCaprio. Precies, ja. Precies, ja. En, maar wat natuurlijk een beetje speelt, is je zit gewoon naar een echte crimineel te kijken. Ja, en dat, zeker. En dat is toch voor een dilemma intern, toch? Van, hey, vind ik hem nou, ben ik nou fan van hem? Of weet je, wat precies, gebeurt hier? Precies, nee, maar soms zie ik wel eens bijvoorbeeld filmpjes van Jordan Belfort, dus de echte. Ja. En dan heb ik wel het gevoel van, ja, wat je hebt gedaan is helemaal correct. Ja. Weet je, maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar Leonardo DiCaprio, naar hoe hij die rol heeft vervuld, dan denk ik bij mezelf zo, wat een baas, weet je. Dus het verhaal is gewoon echt wel... Ja, dat is het, weet je. Dus die ambitie zit erin. Op een bepaalde manier vergeef je het hem, omdat het toch een, weet je, een jonge, gekke gast is. Ja, die denkt van, het zou mij ook kunnen overkomen als ik in die positie zou komen. Aan de andere kant, hij is nu wel een soort van geswitcht, weet je. Hij doet echt afstand van wat hij toen heeft gedaan. Ja. Hoewel ik me af en toe afvraag van, stel dat je nog een keer de kans zou krijgen, zou je het dan weer doen of niet? Ja, precies. Ja, het zijn goede verhalen en heel goed verfilmd ook. Ja. Weet je, die scène dat hij voor het eerst... Dat hij voor het eerst die pitch doet aan de telefoon. Weet je, dat hij weer net... Dat zijn vrouw heeft dat baantje voor hem gevonden. Van, ja, je hebt hier nog wel eentje. En dan komt hij daar. En dat hij dan die pitch doet aan die telefoon. Die is wel echt... Ja, ja, zeker. Ja, nou, die mensen zitten aan het kijken alsof je een of andere... How the fuck you did that? Ja, precies. Ja, en datzelfde geldt eigenlijk voor de Social Network. Eigenlijk ook een beetje een boefje, hè? Mark Zuckerberg. Want hij heeft het niet zelf bedacht. Hij heeft het niet zelf bedacht, het was die tweeling, volgens mij, die het hele idee uitgedacht hebben. Alleen hij was de harde werker. Ja. Ja. Hij was alles aan het uittikken op zijn zolderkamer. En dan nog met zijn vriend natuurlijk, die ook had meegedaan. Maar ook dat die andere, die zijn best wel een aantal films. Maar bijvoorbeeld die van het verhaal van McDonald's bijvoorbeeld. Ja, nee, precies. Want dat is het, weet je wel. Van, hij heeft het niet zelf bedacht, maar hoeveel is het bedenken waard? Ja. Precies. In die hele rits om uiteindelijk Facebook, wat het vandaag is, te maken. Ja. Ik had het ook al kunnen bedenken, weet je, zonder op te scheppen. Facebook als idee is niet... Het idee bestond. Ja. Hives was er al. Hives was er ook al, precies. Dus van alles was er al, maar om het toch zo te sturen... Ja. Iedereen kan wat bedenken. Ik heb ook een keer een elektrische auto bedacht. Ja, maar het gaat uiteindelijk om de uitvoering. Precies. Ja, precies. Ja. En de naam van de McDonald's film is volgens mij The Founder. Precies. Fantastisch verhaal. Een hele goede film. Ja. Leuk. Ja. Okay, de conclusie in die film is... Ja, misschien willen mensen hem kijken. Ja, nee, ik zou niet. Kan hem niet spoilen. Of je moet gewoon even, als je hem gaat kijken, moet je nu gewoon even je oren dicht houden. Maar de conclusie in die film is op een gegeven moment dat hij zegt: weet jullie wat jullie echt verkocht hebben? Weet jullie wat echt het ding was? De naam McDonald's. Sounds like America. En dat is gewoon, die twee gasten snapten dat niet. Weet je? Nee. Die broers snapten dat niet. Die oprichters snapten dat niet. Hij kwam er als werknemer bij, als een soort van verkoper. Die uiteindelijk de hele strategie. En als je dan achteraf kijkt naar McDonald's, is het gewoon een vastgoedbedrijf. Ja, precies. Ja, 100%. Maar goed, als je dan echt, zeg maar... Dat is, zeg maar, als we kijken naar de ideeën en zo. Maar als bijvoorbeeld, ik ben ook, zeg maar, iemand die van processen had. Mm-hmm. Dus echt kijk naar van, oké, hoe kan ik iets werkend krijgen? Dan vind ik het heel fijn om naar The Profit te kijken. Ja. The Profit is een serie. Dat wordt volgens mij wel vaak uitgezonden op RTLZ. Ja. En als ik soms vastloop, dan kijk ik gewoon een paar afleveringen. Ja. Gewoon zo, in de hoop dat hij dan iets bespreekt waar ik op dat moment mee zit of whatever. En dat ik dan daardoor geïnspireerd kan worden, inderdaad. En 9 van 10 keer is het geval. Een bepaald perspectief, ja. Ja, precies. Ja, ja. Heb je een voorbeeld van iets wat je daaruit hebt kunnen halen? Iets wat interessant was, wat jij hebt kunnen toepassen? Zo. Ja, weet je, gewoon... Als we kijken bijvoorbeeld naar onze haircare-lijn, in het begin deden we het zelf afvullen. Mm-hmm. Dus gewoon machines aanschaffen en ruwe materialen kopen. En op een gegeven moment, dan is dat leuk. En dan ben je heel druk bezig en verkoop je heel weinig. En dan moet je dus gaan opschalen en dan ga je na van, oké, hoe moet ik dat doen? Ja. Weet je wel? Dus kijk, waar we dus nu staan, is natuurlijk verder van waar we zijn begonnen. Mm-hmm. En dat stukje van hoe we zijn begonnen en wat we eigenlijk wel niet allemaal hebben gedaan. Ik denk dat ik in elk stukje wel mee kan praten. Op welk stukje ik maar ook zit, of een ondernemer zit, kan ik in meepraten. Omdat ik er
ook al langs ben geweest. En ik het heb moeten oplossen. Maar ik denk in die periode, toen keek ik heel veel naar de Profit. En toen dacht ik van, ja, weet je, ja, dit is het. En dan ging ik dat weer vertalen naar mijn zus toe. Van, hé, gewoon moet je horen. Kijk, ik denk dat we het zo moeten doen. En dan kijk ze me echt aan van, waar de fuck heb jij het nou weer over? Mm-hmm. En 9 van 10 keer snapt ze me niet eens. En dan zegt ze, kom wel goed, geloof in mij. Ze zegt, oké, is goed, ga maar. Ja. En dan lukt het, weet je. Zijn ook van die, vaak van die concrete tips. Hij komt ergens binnen, heeft een... Ja. Korte periode waarin hij advies kan uitbrengen. Hij moet snel het omslagpunt zien te bereiken. Ja. Dus ik kan me voorstellen, en dat doet hij dan bij heel veel verschillende bedrijven. Ja, dus ik kan me voorstellen dat je daar echt door geïnspireerd raakt. Ik ben persoonlijk fan van Undercover Billionaire. Kennen jullie dat programma? Ik ken wel Undercover Boss, maar Billionaire niet. Maar het lijkt op elkaar. Het lijkt een beetje op elkaar. Undercover Billionaire is een programma, wordt uitgezonden op Discovery Plus. Mm-hmm. Er zijn dan rijke mensen, die worden ergens naar een stad toegestuurd waar ze niemand kennen. Ze hebben $100 op zak, een mobiele telefoon, zonder contacten. Is het met die ene gozer die ik ook heel vaak zie op op Instagram? Grant Cardone. Die gozer, ja. Seizoen 1 was met Glenn Starnes, vond ik persoonlijk echt fantastisch. En seizoen 2 is onder andere met Grant Cardone en twee fantastische vrouwelijke ondernemers. Maar daar laten ze dus zien hoe iemand van nul, dus van niets, naar iets groeit. Ja. Met $100 op zak, telefoon, zonder contacten. Je kent helemaal niemand. Niemand herkent je. Zoek het maar uit. Je hebt geen slaapplek. Zoek het maar uit. En in dat programma zie je dus ook heel mooi waar je tegenaan loopt als ondernemer. Je leert ervan hoe je doorgroeit. Dus daar ben ik persoonlijk aan. Dus ik ga het wel even checken. Ja. Hey, voor de mensen die Grant niet kennen, hoe kunnen ze hem herkennen? Aan zijn stem. Hij is echt tof, die gast. Ja. Fantastische kerel. Ja. Nee, maar mooi. Maar je hoort ook dus, bepaalde dingen kan je vooruit, weet je. Dan zie je van, hey, dit moeten we op die manier aanpakken. Mm-hmm. Weet je, er is een bekende speech van Steve Jobs, misschien ken je hem wel, van Connecting the Dots. Mm-hmm. Weet je, achteraf zie je soms pas hoe dingen in elkaar passen. Ja. Weet je, ik kan me voorstellen, als je nu terugkijkt op die 8 jaar, wat zijn dingen waarvan je denkt van, ja, weet je, dat hadden we nooit kunnen bedenken, dat zo... zich had kunnen ontwikkelen. Of dat op die manier zou kunnen lopen. Maar dat hebben we destijds. Maar we hebben wel een bepaalde beslissing gemaakt, maar we hadden nooit kunnen weten dat ons iets op zou kunnen leveren. Of omdat. Mm-hmm. Snap je een beetje wat ik bedoel met die vraag? Hij is heel vaag. Maar misschien begrijp je wel van. Heb je bepaalde beslissingen gemaakt die op lange termijn waardevol waren, terwijl je dat op dat moment niet besefte? Ja. Ja, ik snap je vraag zeker wel. Of juist niet, hè? Of heb je het gewoon gedaan en kwam je er later achter dat het heel goed was? Ja, kijk, weet je... Ik maak doorgaans gewoon best wel... Ja, weet je, ik denk heel vaak gewoon super makkelijk, weet je wel? Dus kijk, wat ik leuk vind bijvoorbeeld, hè, dat merk je misschien ook wel wanneer ik praat... Als ik het heb over sales en dat soort dingen, weet je wel, dan vind ik het hartstikke leuk en vind ik het heel interessant. En dan kan ik daar de hele tijd over blijven praten. Maar als ik dan bijvoorbeeld echt kijk naar een keuze die ik heb moeten maken. En dan achteraf gezien, was het de beste keuze of whatever, weet je wel. Ja, ik denk dat heel veel van die keuzes die we hebben gemaakt in het verleden uiteindelijk wel goed hebben uitgepakt. Want het heeft ons uiteindelijk gebracht naar waar we nu zijn. Ja. Snap je? Dus geef je maar een voorbeeld. We moesten op een gegeven moment gaan verhuizen. En dan ga je op een gegeven moment 3 à 4 of 6 keer groter dan waar je vandaan komt. Ja. En op dat moment weet je dat je het nodig hebt. Maar heb je het 6 keer nodig? Mm-hmm. 6 keer 6. Mm-hmm. Ja. Dus dan moet je nagaan van, oké, wacht eventjes. Kan ik niet beter verhuizen naar maximaal keer 2 of keer 3... dan in 1 keer 6? Maar aan de andere kant, als ik blijf groeien hoe ik groei, dan heb ik keer 6 wel nodig, uiteindelijk. Maar goed, wie zegt dat ik zo hard blijf groeien? Ja. Dilemma's. Dus je hebt continu wel te maken met dat soort keuzes. En dan hoop je gewoon dat je de juiste maakt. En hoe hak je de knoop door? Uiteindelijk. Bijvoorbeeld die 2 keer 3 of keer 6. Wat is het geworden? Keer 6 of keer 3? Keer 6. Ja, toch wel? Ja. En keer 6 is nu te weinig. Ja, precies. Snap je? Maar kijk, heel vaak werd ik voorheen gecontacteerd door potentiële klanten. En die zeiden tegen mij van, hey Mo, of nou niet Mo, maar hey Max Pro, mogen wij jullie producten verkopen op onze webshop? En toen waren wij er nog best wel relaxed onder. En zeiden we, ja, is goed, prima, geen probleem. Mm-hmm. Zeiden ze, ja, maar het liefst in conciliatie. Ja, maar dat doe ik niet. Maar waarom niet? Iedereen doet het. Ik zeg, ja, kijk, er zit geen drive in. Op het moment dat jij bijvoorbeeld... In conciliatie is, je krijgt zeg maar, voorraad en dus, je betaalt pas als het verkocht is. Ja, precies. Ja, inderdaad. Je krijgt niet eens voorraad. Nee, vaak is het zeg maar zo van, ik krijg een order, die schiet ik door naar jou. Oh, een soort van dropship. Ja, zeg maar, die variatie. Ik zeg, het kan wel leuk zijn,
voor jou en voor ons. Het kan wel geld opleveren. Ik zeg maar. Maar je magazijn staat niet vol. Je magazijn staat niet vol. Er is geen drive, er is geen druk. Ja. Weet je, dus dan wordt het al best wel lastig voor mij om daar vanuit een lege magazijn zeg maar echt een bepaalde druk op te zetten, snap je? Ja. Dus en dat is het altijd wel geweest. Dus als die magazijn keer 6 was, dan moest ik ook keer 6 gaan verkopen. Herkenbaar. Ja. Zeker als het magazijn vol staat. Dan ga je op een of andere manier toch een manier bedenken om de handel te verkopen. Ja, precies. Leuk. Ja, dus je hebt het gewoon gedaan. Ik zag laatst via de socials dat je ook aan het uitbreiden bent. Mm-hmm. Haarstijl in het pad van hairstyling, moet ik zeggen. Mm-hmm. En baardtrimmer, precision trimmer. Ja, precision klopt. Trimmer pro voor mannen. Dat is even iets anders dan de vrouwenlijn. Ja. Hoe gaat het daarmee? Het zag goed uit, moet ik zeggen. Dank je wel. Hoe gaat het ermee? Heb je nog meer plannen, innovatieve ideeën voor de toekomst? Ja, weet je, wij hebben natuurlijk altijd gefocust op de vrouw. Onze shampoos zijn wel unisex, hoor, daar niet van. Maar wel een hele sterke visie op de vrouw. De stijltangen, krultangen. De hardware. Feuns. Ja, de hardware was echt wel gericht op de vrouwen. En in de afgelopen jaren kregen we steeds meer de vraag. Maar ook op een gegeven moment vanuit coronatijd, toen al die kappers dichtgingen, toen zagen wij dat er gewoon een enorme run was op trimmers en dergelijke. Dus daar was gewoon een enorme grote vraag naar. En aan het eind van de dag ben ik een ondernemer. Ik ben wel heel erg gefocust in de zin van, dus ik ga niet zeg maar vandaag bijvoorbeeld hairstyling tools verkopen en morgen supplementen en de week daarna bijvoorbeeld iets anders. Nee. Dat zie je me niet snel doen. Ik blijf altijd wel in mijn straatje, iets wat ik ken en wat herkenbaar voor mij is. Mm-hmm. En ook bij me past. Dus op een gegeven moment dacht ik van, oké, wacht, ik heb de connecties, ik heb de lijnen, weet je wel. Dus ik kan hier al heel snel een succes van maken. Terwijl, geloof mij echt, hè, ik heb 4 jaar geleden al tegen vrienden van mij gezegd van, hé jongens, ga de trimmers in. Mm-hmm. Ga dit doen. Ik help jullie erbij. Ik hoef niks. Ik help je erbij. Ga dit en dit en dit doen. Doe het. Voor corona nog. Mm-hmm. En daar waren ze heel lang mee bezig. En wat is bezig? Dat riepen ze dan wel, maar ik heb nooit het gezien. En op een gegeven moment denk ik bij mezelf, ik heb het vaak genoeg gezegd. Ik doe het wel lekker zelf. Mm-hmm. Dus, is er nog iets unieks aan de Precision Trimmer Pro? Als je kijkt naar de concurrentie? De markt? Ik beweeg heel veel vanuit wat Ali dus eerder ook al vroeg. Hè, van oké. Op een gegeven moment moet je gaan onderscheiden van de markt, van naar jezelf. Dus je kunt 2 dingen doen. Elon Musk, we kunnen innovatie gaan creëren. Of je kunt vanuit je brand gaan bewegen. En je netwerk, die je al hebt natuurlijk. Precies. Maar voornamelijk vanuit brand. In de zin van, kijk, ik zie bijvoorbeeld Max Pro, hebben we vanaf dag 1 geroepen van, het zijn professionele haarstyling tools. Want in die tijden van Twitter, onderzoek, bla, bla, bla. Toen keek ik zeg maar veel naar bepaalde USP's die ik in het product wou hebben en ging vergelijken met andere merken. En dat doen we dus nu nog steeds. Dus in die tijd was er een enorme grote gat, dat zei ik net ook al. Dus je had styling tools of een stijltank van €30, maar je had hem ook voor €200. Mm-hmm. Maar je had er niks van €100. Mm-hmm. Dus wij probeerden dus die tools van die €200 betaalbaar te maken. Ja. Tegen nog betere USP's. Dus 1, ik maak hem beter. 2, hij is goedkoper. Ja. En dat is wat Max Pro is. Ja. Ja. Hij ligt lekker drie hand. Hij ziet er perfect uit. Hij doet zijn werk goed. User experience is gewoon goed. Enzovoort. Ja. Dus de prijs moet kloppen. Branding moet kloppen. Dus je kijkt echt wel, waar zit er een bepaald gat? Ja. Waar is de ruimte tussen de 2 producten het grootst? Eigenlijk te groot. Precies. Ja. En daar ga ik dan op zoek naar. Ja. Het is niet zozeer dat ik echt heel veel innoverende producten wil gaan uitbrengen. Want ik ben geen artiest of iets dergelijks. Of iets, of een engineer of whatever. Maar de beste innovaties zijn toevoegingen op bestaande producten. Exactly. Dat heeft Steve Jobs ook gedaan met de telefoon. Ja. Dus dat is eigenlijk wat je al doet. Ja. Je bent al aan het innoveren. Ja, eigenlijk wel. Maar goed, weet je, innovatie staat voor mij gelijk aan. Ik snap wat je zegt. Dus mensen brengen naar de maan. Ik snap het. Ja, je wil koffie drinken met Elon Musk. En dat is inderdaad met de Hyperloop en weet ik het allemaal. Ja, precies. Dat zijn wel echt innovaties. Dat is een gamechanger inderdaad. Ja. Je bent, ooit was jouw droom dus weet je, om voor jezelf te werken. Om onafhankelijk te zijn, neem ik aan. Ja. En nu ben je 8 jaar verder. Je bent lekker bezig. Mm-hmm. Wat is nu de droom? Je lijkt me iemand die blijft dromen.
Ja, sowieso wel. Weet je, op een gegeven moment dan heb je een bedrijf gebouwd en dan loopt die machine. En her en der krijg je af en toe een lampje dat rood brandt. Uitdaging. En dan moet je ervoor zorgen dat hij dus zeg maar groen gaat branden. Ja. En ik weet nu zeg maar dat het bedrijf... want kijk, vaak als ik met mensen in gesprek ben, van, ja, maar hoe is het nou? Want het is wel je kind. Ja in het begin inderdaad, het is echt mijn kind. Maar op een gegeven moment wordt een bedrijf gewoon een machine. Mm-hmm. En die machine die draait al. Mm-hmm. Dus je weet, je kunt forecasten. Je weet wat je gaat verdienen. Weet je, in het begin van het jaar maak ik al een forecast voor het hele jaar. Dan weet ik zo'n beetje wat ik ga verdienen. Ja. Alleen het enige verschil is dat ik het dan nu nog moet waarmaken. Ja. En wat doe ik dan in het hele jaar? Is her en der bijspringen en bijdraaien en optimaliseren. Mm-hmm. Dus dat hebben we op dit moment wel goed neergezet. En zitten we dus nu ook op een punt om zeg maar van 22 binnen 2 jaar naar 100 landen te gaan. Mm-hmm. Maar dat is even een ander dingetje. Ja. En dan daarnaast, dat is het bedrijf. Maar dan kijk ik naar mezelf van Mo, wat is nu momenteel je huidige lifestyle? En dan ben ik aan het nadenken van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dezelfde lifestyle over 10, 20, 30, 40 jaar nog steeds kan aanhouden. Mm-hmm. En daarvoor moet je hele andere dingen doen. Mm-hmm. Want over 10, 20, 30, 40 jaar wil je misschien niet eens meer in je bedrijf werken. Mm-hmm. Dus in de afgelopen jaar ben ik voornamelijk niet in mijn bedrijf aan het werk, maar ik werk eraan. In je bedrijf. Ja. En dat betekent ook dingen uit handen geven, delegeren. Ja, precies. En automatiseren. Ja, heel veel automatiseren en delegeren voornamelijk. Ja. Dat ik in ieder geval wel niet meer gebonden ben aan een positie, om het maar zo te zeggen. Ja. Dat is nu een beetje de uitdaging. En op een juiste manier investeren als persoon. Dus als individu en niet meer als bedrijf. Mm-hmm. Ja. Kijk, mooi. Dus dat is inderdaad een andere fase in je bedrijf. Maar ook al eigenlijk met visie op de toekomst. En wat je in de toekomst wil. Ja. De aanpassingen maken die daarvoor nodig zijn. Ja, we zijn mensen natuurlijk. Ik bedoel, toen ik het bedrijf Max Pro was gestart. Toen zei ik, als mijn zoontje straks 16 is, dan moet elk meisje bij hem in de klas een steltang van Max Pro hebben. Ja. Dat was het doel. Mm-hmm. Nou, hij is nu 8. Gaat nu ook wel lukken, maar ze gebruiken nog geen steltangen. Mm-hmm. Dus dat zit wel oké. De uitdaging is om het nog 8 jaar vast te houden. Dat is niet zo. Dus dat is de uitdaging. Ja, ja, ja. Maar als mens verander je. Ik ben een heel andere persoon dan 8 jaar geleden. Ja. Dus dan ga je weer hele andere doelen stellen. En zo. Ja, precies. Ja, mooi. Wat is voor jou de ideale lifestyle? Goeie man. Zal ik een beetje helpen? Go ahead. Hij gaat zijn eigen vraag. Ik ga mijn eigen vraag. Ik word geïnterviewd in een eigen podcast. Shoot. Ik zou het heel chill vinden als ik gewoon 's ochtends wakker word. Geen planning heb. Gewoon naar de sportschool toe kan gaan. Volgens een zelfontwikkelingsvideootje aan kan zetten. Ergens 's middags wat kan fine-tunen in een bedrijf waar ik werk, waar ik eigenaar van ben. Volgens een middagdutje. en 's avonds lekker uit eten of zo. Ja, echt die volledige vrijheid waarbij je een beetje werkt aan je zelfontwikkeling, je gezondheid, optimaal leeft. En vervolgens ook een klein gedeelte van die dag werkt aan je droom, aan je bedrijf, door op een hele slimme manier te fine-tunen. Ja. Dat is mijn ideale lifestyle. Nice. Ik denk dat we niet ver uit elkaar zitten. Opstaan in een warm land, wel. Ik bedoel, hier opstaan is altijd anders dan in het buitenland. In Dubai. Heb ik het gevoel. Ja. Dat ook sowieso. Dus ergens in een warm land opstaan. Contact hebben met HQ, dus hoofdkantoor. Wat speelt er? Hebben jullie iets waar jullie tegenaan lopen? Ja, wil ik het graag oplossen? Nee, dan inderdaad een beetje... Afstand aansturen. Ja, precies. Ja. Dat eigenlijk. Ja, en dan is, ja, weet je, gewoon lekker. Kijk, heb je kinderen? Ja. Hoeveel? 1. 1 kindje. Hoe oud? Van 1,5. Oké, 1,5. Meisje, jongen. Ja, meisje. Jij, Arie? Eigenlijk precies hetzelfde. Alle antwoorden hetzelfde. Een meisje van 1,5. Oké, leuk. Kijk, weet je, op een gegeven moment, toen ik kids kreeg, toen, dat heb ik nu nog steeds. Dan vind ik het belangrijk in ieder geval dat ik er... wanneer zij straks 18, 20 zijn, dat ik nog fit ben. Ja.
Weet je? Als je aan het werk bent en je bent aan het bouwen, ja, weet je, dat heeft toch wel een bepaalde impact op, ja. Op je body, op je mindset en alles. Dus ik probeer het eigenlijk zo relaxed mogelijk voor mezelf te krijgen, zodat ik tegen die tijd, wanneer ze me echt nodig hebben, want dan moeten ze echt moeilijke keuzes gaan maken in hun leven, dat ik er ook wel gewoon goed betrokken bij kan zijn. Weet je? Ja. Dus dat is een beetje de gedachtegang erbij. Dus die lifestyle, om daar even op terug te komen, weet je, toch wel nog een draaiende bedrijf hebben. En of het nou Max Pro is, of dat ik bijvoorbeeld straks een heel portfolio heb aan vastgoed. Verzin het maar. Je zult altijd nog wel ergens een HQ moeten hebben in de zin van, oké, het moet beheerd worden. Ja. Dus, je kan waarschijnlijk ook niet niet stilzitten. Niet stilzitten. Er gebeuren dingen. En ik denk dat als je een ondernemer bent, dan kan je niet 2 dagen zonder. Ja, ik verveel me als ik bijvoorbeeld, ik kan niet een week lang op vakantie gaan en niks meer doen of zo. Ja. Ik word daar heel onrustig van. Ja. Hey, ik denk dat we langzaam aan het einde van de podcast komen. Ik denk dat we nog echt nog makkelijk gewoon een avondje door zouden kunnen. Want, ja. Maar goed, we zijn gebonden aan een format. Nee, dat is helemaal niet. Maar we hebben wel zelf een idee van wat nog te beluisteren valt. Ja. Maar er is een hele belangrijke vraag. En dat is, ik denk dat er een hele hoop mensen zijn in deze tijd die netjes gedaan hebben wat ze gevraagd werd. Door hun ouders, door de maatschappij, door hun leraren. Maak netjes je school af. Vind een baan. Ja. En doe je best. En die nu in een positie zitten en denken van, hé, weet je, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. Die voelen van, hé, deze tijd biedt kansen. Ik wil ondernemen. Ik denk dat ik het kan. Ja. Wat voor advies heb je voor die groep mensen? Die groep die wil ondernemen, maar zit te kijken van, hoe doe ik het? Hoe begin ik? Ja. Ik denk in eerste instantie, of tenminste, nee. Weet je, het meest belangrijke is gewoon, en ja, iedereen geeft het een benaming, maar ik hou het altijd wel makkelijk, je mindset, dus je manier van denken. Als jij een idee hebt om iets te gaan doen, of je wilt graag iets doen, ga het gewoon doen. Denk niet te moeilijk na, denk niet aan de risico's of whatever. Die risico's liggen overal, weet je. Dus heb jij een idee om bijvoorbeeld een fashion label op te starten of whatever, weet je. Zet gewoon een... Ja, ik krijg heel vaak vragen bijvoorbeeld van, oké, hey Mo, ken je iemand met die een plan van aanpak kan maken? Ik zeg maar, wat is een plan van aanpak dan? Hij zegt, ja, dat zijn gewoon dingen die ik moet doen. Ik zeg, nou, je weet het dan toch al? Ja. Schrijf ze gewoon voor jezelf op en that's it. Ja. Ik heb ook 9 van de 10 keer een plan van aanpak, maar die zit gewoon in mijn hoofd. Ja. Of in mijn notitieblok op mijn telefoon. Dus als je een idee hebt, zet het op papier of op je telefoon, notitieblokje. Maar als je ziet wat ik daar heb opgeschreven allemaal, dat schrik je. Maar schrijf die dingen op en wees gewoon consistent. Doe de dingen die jij opschrijft. Ja. Vooral wanneer je op een moment zit dat je die Eureka-moment hebt voor jezelf. Mm-hmm. Dat je het al echt al helemaal ziet. De kunst is om het op dat moment voor jezelf op te schrijven. Want we zijn mensen, we werken met emoties. Geef je maar een voorbeeld. Nu heb je dat Eureka-moment en dan kom je thuis en dan schreeuwt je vader of moeder tegen je, of je broertje gooit een slipper op je hoofd en dan ben je dat gevoel kwijt. En, ja. En dan moet je jezelf weer terugvinden naar dat moment dat je heel enthousiast was. Ja. Op dat moment. Dus, positieve energie. Ja, precies. Ja. Weet je. Dus als je wil gaan ondernemen of je hebt een bepaald idee of whatever, denk gewoon niet te moeilijk na. Denk niet te moeilijk en doe wat tegen je opkomt. Ja. Wat je precies moet doen. Ja. Ja, mooi. Ik vind het heerlijk hoe hoe je benadrukt, weet je, dat het makkelijker is dan veel mensen het maken. Ja. En dat je zelf natuurlijk ook iemand bent die makkelijk denkt en snel naar de oplossing, snel naar de actie wil. Precies. Ja. Denk niet in moeilijkheden of denk gewoon in oplossingen. Ja. Goed advies, mooi advies. Ja, nou, ja. Fantastisch. Youssef, je hebt hem geopend. Ik ga hem je ook weer teruggeven. Ja, dankjewel. We zijn inderdaad aan het einde van deze podcast gekomen. Dankjewel Mo voor dit inspirerende verhaal. Dankjewel. Ik hoop dat voor de uitnodiging. Ja, nee, graag gedaan natuurlijk. Ik hoop dat onze luisteraars hier een hoop van leren. Waar kunnen onze luisteraars jou vinden als ze een keer naar Steltang, want je verkoopt aan consumenten ook, toch? Mm-hmm. Waar kunnen ze jou vinden? Ja, welke platforms, op welke websites? Ja, onze website, dat is www.maxproher.com. Mm-hmm. En
toetsen in Max Pro en je vindt het overal wel. Okay. Ik zou eigenlijk aan de andere kant nog beter kijken bij onze retailers. Die bieden het iets goedkoper aan dan wij zelf. Okay. Wij kunnen niet afwijken van de prijs vaak. Mits we een leuke actie hebben of zo. Dus Google gewoon en dan vind je onze producten terug. Mm-hmm. En op de socials, ja, dan heet ik gewoon Mo Max Pro Hair. Ik ben super easy te vinden. Ja, ik had het in de introductie al over. Als je echt geïnspireerd wil worden door een fijne ondernemer, volg hem vooral op Instagram, Snapchat. Ja. Zit je ook op TikTok? Nee. Ik ben nog wat dansjes aan het oefenen, maar... Kom nog wel. En via Max 30 kunnen we je nog vinden, of niet? Nee, helemaal niet meer. Dat is offline. Oké. Leuk. En hebben we nog een leuke kortingscode? Voor de mensen die tot het einde van deze podcast geluisterd hebben, van 5% of 10%? Zo weinig, joh. We willen wel iets gaan wars bieden, maar... die gaan we gewoon ergens bij vermelden. Want ik kan wel iets uit onze pols zeggen, maar... Nee, precies. Die komt in de beschrijving te staan. Cool. Ja, cool. Yes. Mo, hartstikke bedankt voor je tijd nogmaals. Yes. En ja, we super, in, snel, super inspirerend verhaal. Ja. Tot een mooie, goede mindset, weet je. Je, gewoon, ja. Je krijgt de zin van om net als bij de films Wolf of Wall Street, om naar buiten te rennen en gewoon aan je bedrijf.